Zo. Awesome. Ja, we zijn online. Welkom bij de allereerste Escape Live. De Escape Live van Escape Rooms Nederland. Voor ons is dit nu allemaal hartstikke nieuw, dus waarschijnlijk zullen er dingen minder gaan, maar ook gelukkig en waarschijnlijk ook heel veel dingen heel goed. Ik hoop natuurlijk dat er vele mensen zullen volgen en met ons meekijken. We hebben vandaag als gast Ruud Kool. Hallo. Hallo Ruud, oprichter van Puzzelpost. En hij zal dadelijk van alles vertellen over Puzzelpost. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat hij doet. Hij heeft heel veel ervaring met het bouwen van puzzels, bordspellen en natuurlijk ook escape rooms. Dat is natuurlijk vanuit onze achtergrond. En het is onze taak vandaag om hem de hem van het lijf te vragen. En zodoende meer te weten te komen over wat het eigenlijk is en wat je ermee kunt, dieptes. Dingen die goed zijn gegaan, en dus laten we ook snel beginnen. En ik hoop dat jullie natuurlijk de vragen stellen die jullie graag van Ruud willen weten, of natuurlijk in het algemeen, dan kan het natuurlijk ook dat we er allebei op reageren. En ja, ik zou zeggen, veel plezier. Dus, Ruud, ik heb zojuist verteld dat jij natuurlijk eigenaar bent van Puzzelpost. Ja. Ik denk dat sommige mensen die meekijken natuurlijk wel weten wat Puzzelpost is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel leuk is voor jou om iedereen te vertellen wat voor jou Puzzelpost is. Ja, Puzzelpost is een detective mysterie dat je zelf oplost. Puzzelpost is bijzondere mysterieuze post die je thuisgestuurd krijgt. Of nog liever die thuisgestuurd wordt naar iemand anders voor wie jij het hebt besteld, die van niks weet. Dat je ineens een mooie oude envelop krijgt met een brief erin met een oude foto, waarin een geheimzinnige opdrachtgever vraagt om je hulp. En in het geval van de eerste puzzelpostproductie, die er nu aankomt, krijg je dan een paar dagen later het dossier opgestuurd van een oude vermissingszaak. En die zit in een mooi op de doos. Ja. En daar zit, ik ga nog niet helemaal laten zien wat er allemaal in zit, maar er zitten allemaal, daar zit een dossier in. Dus dat is een oude, zitten oude kranten, politierapporten, plattegronden, polaroids, en nog een hoop dingen die ik niet genoemd heb, om een avond lang mee te puzzelen. En dat heeft wat van een escape room. Het speelt een beetje zoals een escape room. Jij hebt het gespeeld. Ja, ja. En het idee is dat je aan het eind van de avond weet wat er is gebeurd met de vermiste. En zodat je opdrachtgever verder kan. En dat ben ik nu aan het maken. Ja, ja, ik heb het natuurlijk zelf gespeeld. Je geeft het net aan. En ik, sowieso trekt mij natuurlijk het bordspellen trekt me aan. En ja, samen met vrienden iets leuks doen. Zodoende ben ik ook ooit, volgens mij alweer bijna 4 jaar alweer in het hele escape, nee 3 jaar, in de escape rooms beland. Wanneer heb ik het gespeeld? Volgens mij was ik natuurlijk een van de eerste 100 die het speelde. Kun je daar iets over zeggen, die eerste 100? Of volgens mij waren die heel speciaal weer? Ja, precies. Puzzelpost, de eerste Puzzelpost-productie, die is er nog niet. Er is nu een crowdfunding aan de gang. Maar er is natuurlijk wel een heel traject aan vooraf gegaan. En ik heb dit voorjaar heb ik 100 handgemaakte exemplaren gemaakt en verkocht aan een soort lucky few. Die waren heel snel weg, dat was wel leuk. En die waren helemaal met de hand gemaakt. Er zat een hele hoop detail en zo. Dat probeer ik natuurlijk straks, als de echte eerste druk komt, dat zo goed mogelijk in stand houden. En dat was voor mij ook een proef, niet alleen maar om te zien of mensen hier inderdaad behoefte aan hebben en of mensen hier inderdaad voor willen betalen, maar ook natuurlijk van de gameplay. Dus ik heb nu van een hele hoop mensen die het echt hebben gespeeld en echt thuis hebben gekregen, de hele experience hebben gehaald, heb ik hele toffe feedback gekregen over wat ze ervan vonden en wat ik er allemaal nog meer kan. Maar nou, ik zal even vertellen. Daar, ja, precies. Ja. Ik vond het heel erg leuk om te spelen en het intrigeerde me heel erg om echt na te denken. En alles wat je krijgt is ook heel hele goede kwaliteit, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk met vrienden ook andere escape room bordspellen gespeeld. En ja, dat is totaal niet te vergelijken. Of ja, totaal, dat is heel anders vooral. Ja. En wat ik vooral hier opmerkte is dat je, het zit hem echt ook vaak in de details. En een puzzel is niet een obvious puzzel. En het lijkt dus ook heel erg of dat het inderdaad de bestanden zijn van, hè, van de hoofdpersoon, één van de hoofdpersonen. En nou ja, dat trekt mij heel erg aan. Ik was er zelf wat vrij snel doorheen, had ik het idee. En jij zei van ja, dat zou misschien ook kunnen komen omdat je natuurlijk al heel veel escape rooms gespeeld hebt. Ja. Met Escape Rooms Nederland spelen we natuurlijk ook heel veel escape rooms. Ik heb er inmiddels
nu 126 gespeeld. Dus het gaat vrij snel. Oh, je houdt het goed bij. Nee, ik probeer het wel echt zo goed mogelijk bij te houden, zodat je uiteindelijk ook kunt vertellen. En dat telt deze niet mee? Nee. Het is geen escape. Nee. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld vandaag hebben we Prison Island gespeeld. Ja. En dus dat alles wat lijkt op... Ik vind het nu totaal nog geen escape man. Nee, oké. Okay, ja. Maar dus dat soort dingen reken ik niet mee. En Puzzle Post is ook echt iets wat je gespeeld moet hebben. Als je echt escape rooms, maar natuurlijk ook geocaching of een Prison Island of bordspellen, dan past het heel erg goed bij natuurlijk om te doen. Dankjewel. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat andere mensen die dus iets minder ervaren zijn. Ik nam me ook voorstellen dat The Lucky Few, de eerste ronde, dat die, nou ja, dat er ook bij waren die geen ervaring hadden met dit soort. Of in ieder geval iedereen heeft natuurlijk wel Rummy Cup of Monopoly of iets. Ja, het is geen escape room, maar het is ook echt geen bordspel. Het is echt iets anders. En ook het feit dat je onverwacht post thuisgestuurd krijgt. En het feit, het verhaal is een heel belangrijk onderdeel van puzzelpost. En de unboxing. En er zitten ook puzzels in. En het speelt in feite als zoals een escape room speelt. Maar het is zijn eigen ding. Het is zijn eigen wezen. Iedereen die dit doet, heeft het nog niet eerder echt iets vergelijkbaars gedaan. Dan moet ik oppassen wat ik zeg natuurlijk. Want ik ben wel, we komen straks misschien ook nog op terug. Het puzzelpost is wel onderdeel van een beweging, heb ik de indruk. Ik heb de indruk dat afgelopen jaar meer dingen ontstaan en op de markt komen die vanuit dezelfde inspiratie van die magie van post en de beleving van escape rooms in de huiskamer brengen en zo. Ik ben niet helemaal de enige die ermee bezig is. Dus misschien ben ik nu een blog over gaan schrijven. Oh, cool. Ja, natuurlijk. Ik heb hier natuurlijk gehoord op Up the Game. Ja. We waren allebei op Up the Game en velen van Escape Rooms Nederland, eigenlijk waren we met het hele team. Up the Game is de grootste Escape Room conferentie sowieso van Nederland, maar ze zeggen zelf van de wereld. Dat is heel gaaf. Ja, is super gaaf. Dat is echt heel erg tof om te zijn. En daar hoor ik je inderdaad vertellen dat er natuurlijk meerdere partijen zijn, dat het echt een soort beweging is dat mensen weer terugkrijgen aan de tafel. Of in ieder geval, kijk, jij hebt natuurlijk een product, dat is Puzzelpost. Maar ik kan me voorstellen dat Puzzelpost voor jou een middel is om een bepaald doel te bereiken. En we hadden natuurlijk eerder een interview, en dat hebben we op onze website ook gepubliceerd. Mm-hmm. Wat ik vanuit meegekregen heb, is dat jouw missie ook echt is om mensen echt weer bij elkaar te krijgen aan de keukentafel. Om een speciale avond te hebben met elkaar. Ja, dat is wel heel waardevol. Kijk, die missie heb ik natuurlijk niet in mijn eentje. En de bordspellenwereld is misschien niet voor iedereen bekend, maar er is een gigantische wereld van bordspellen. En er is iedere weekend zijn er wel 10 bordspellen events en zo. Dus wat dat betreft, mensen samen aan de tafel krijgen, dat doe ik gelukkig niet in mijn eentje. Maar zoals je al zei, ik heb de afgelopen jaren ook vooral in escape rooms gewerkt. En dat vond ik onwijs gaaf om te doen. En geleidelijk aan, wat ik op Up the Game ook vertelde, die producties die werden... Die gingen steeds, werd het ook net een beetje anders dan escape rooms. En werden wat groter en cinematischer en zaten acteurs in. En dat was heel tof. Er waren hele leuke dingen om aan te werken. Maar daar werd het ook steeds logger en duurder om te maken, duurder om te spelen. Vaak konden maar een paar mensen het doen. Dus wat ik vooral graag wilde is dat toegankelijker maken. Dus mijn allereerste inspiratie toen ik iets van 1,5 jaar geleden voor de eerste keer nadacht over wat uiteindelijk puzzelpost ging worden... was wel het idee van een escape room, maar dan thuis, zodat iedereen het kon doen. En inmiddels is het langzaam zeker veranderd. Ik vind het is geen escape room, het is een heel ander soort. Het is een interactief verhaal, zou je zeggen. En je bent zelf een home mystery natuurlijk, maar heeft dat ermee te maken? Dat je daarom, en omdat je het eerst noemde het escape room, en nu bij de film in richting home mystery, heeft dat ook met elkaar te maken? Ja, kijk, home mystery, dat is een term waarmee ik ook dus een beetje probeer te vatten wat er allemaal... Wat er allemaal ontstaat. Nu bedoel ik, vind eigenlijk de escape room bordspellen mogen daar ook bij, zeg maar. Een escape room is een uitje. En escape room moet je opgesloten bij een escape room. Is er een host en lichte geluidseffecten en is er een countdown en zo. En dat heb ik allemaal losgelaten. Ik heb ook geen countdown. Heel veel van die bordspellen hebben dat wel. Ja. Puzzelpost heeft geen countdown, het heeft geen spelregels. Je maakt helemaal zelf uit wanneer en hoe je het doet. Je hebt gewoon een doos met een dossier en een brief en iemand die zegt, als ik jou was, zou ik eerst hier naar kijken. En voor de rest is het, ga zelf maar. Wat trouwens, misschien spring ik dan een beetje vooruit in de onderwerpen, maar echt een heel leuke ontwerprestrictie was. Dat als je in een escape room zitten heel veel dingen achter slot en grendel, of je hebt mechanismes waarvan je nog niet weet hoe je ze moet doen, of in de klassieke escape rooms heb je cijferslotjes. Dat zit hier allemaal niet in. Dit is
drukwerk, dit zijn enveloppen, kranten, dossiermappen, dat soort dingen. Dus als je alles aan het begin al hebt, hoe zorg je er dan voor dat het toch een soort lineair verloop door de puzzels is? Dat was een heel leuke uitdaging. En jij weet natuurlijk een beetje welke oplossing je uiteindelijk verzonnen hebt, maar ja. Ik ga niks spoilen. En daar komt nog bij ook, ik weet niet meer eens wat de vraag was, maar er komt nog bij ook dat niet alleen wilde ik dat die puzzels één voor één door, hè, dat je knooppunten had, dat je puzzel twee pas kan doen als je één gedaan hebt, maar ook dat het verhaal dat de doos vertelt gedurende dat spel langzaam maar zeker zich ontvouwt. Dat je niet alles aan het begin vertelt, dan een avond gaat puzzelen en dat je dan een ontknoping hebt of zo, maar dat je langzaam maar zeker meer over het verhaal te weten komt. En dat kan. Beloof ik. Het is heel leuk gelukt. Heb je bepaalde... ja, je hebt bijvoorbeeld gameflow of flowtheorie. Dat soort principes, heb je die gebruikt om in dit... Want ik kan me voorstellen dat binnen de bordspelwereld, dat er bepaalde game design technieken zijn. En ja. Dat is jouw achtergrond ook gewoon? Lang geleden heb ik literatuurwetenschap gestudeerd. Okay. Dus wat dat betreft, ik ben nu weer... voor het eerst eigenlijk weer echt verhalen aan het vertellen, dat is wel leuk. Ik ben spelontwerper. Ik ben begonnen met bordspellen. Toen is uiteindelijk via een paar videogames, heb ik het niet over, bij Escape Rooms terecht gekomen en nu ben ik dit aan het doen. Er is heel veel theorie over, maar heel veel daarvan, heel veel van wat ik heb gedaan is intuïtie. En heel veel en testen. Testen is zo. Dat is de belangrijkste wet van spelontwerp die ik aanhoud. Heel veel itereren. En dan moet ik zelf zeggen, bij Puzzlepost, je wilt altijd nog meer testen. En uiteindelijk zijn dus die 100 stuk live gegaan. En dat is toch ook echt onderdeel van de test geweest. Ik stond toen achter wat ik had gemaakt natuurlijk. Maar inmiddels, wat er straks gaat komen, is toch wel weer echt best wel anders dan wat ik in februari heb gekocht. Heb je iets van een tastbaar voorbeeld waar je zegt van oké, ik dacht dat dit echt gewoon heel tof of heel goed ging werken en dat achteraf blijkt. Ik kan me voorstellen dat mensen zitten te kijken en denken van oké, ja leuk, maar hoe ga je dan om met, ja, hoe test je dan? Ik kan me voorstellen dat je mensen laat testen, maar hoe haal je er nou iets uit dat je denkt van oké, mensen worden op een gegeven moment gefrustreerd, maar hoort dat erbij, hè? Soms hoeft het niet in één keer te lukken. Ja, dat klopt. Ik vind wel, als mensen er niet meteen uitkomen, dat vind ik, zodra mensen gefrustreerd raken, is het niet meer leuk. Dat is best wel moeilijk aan Puzzlepost, want ik ben er niet bij terwijl ze het spelen. Ik kan niet zeggen, hey, ik zie dat het niet goed gaat, geef je even een hint, zoals het in Escape Rooms gaat. Er staat wel een uitgebreid hintsysteem op de website. En dat probeerde ik zo toegankelijk mogelijk te maken, dat als mensen denken, ik kom er niet helemaal uit, dat je dan eerst over dat onderwerp een kleine aanwijzing krijgt, en als je het dan nog niet weet, nog iets meer informatie. En als je dan zegt, zeg maar gewoon hoe het zit, dan kan dat ook. Okay. Dus dat is dat. Voor de rest, ja, een concreet voorbeeld van dingen die ik anders doe. Eén ding is, en dat is, ja, graag, wordt niet heel concreet, dat is het verhaal, de manier waarop het verhaal verteld wordt, dat ga ik nog wel echt aanpassen. Want te veel mensen hadden aan het eind van de doos, van het hele beleving, de oplossing gevonden, maar dat was een beetje een anticlimax. Zo van, zijn we er nu? Is dit het? Dat is natuurlijk een probleem, dat wil je niet. Je wil dat op het moment dat mensen klaar zijn, denken, oh vet! Wanneer kan ik doos 2 kopen? Dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Dus dat gooi ik om, maar dat hou ik nog steeds een beetje vaag. Een veel concreter voorbeeld zijn de snippers. Dat is één ding wat erin zit. Dat is een soort politiefax die door de versnipperaar is geweest. En die snippers die zitten in een envelopje in de doos. En een van de dingen die je aan het begin al meteen kan doen, zijn die snippers op een rijtje leggen. Nou klinkt dat als een behoorlijke klus. Maar dat heb ik natuurlijk getest. En als die snippers mooi recht zijn, het zijn snippers van 7 mm breed, dus dat zijn 30 puzzelstukjes of zo. Dat is goed te doen. Dus na een paar minuten ben je daar klaar mee. En dat is een leuk, bevredigend werkje. En dat heb ik meerdere keren getest, vonden mensen leuk. Toen ging ik die dozen maken en toen heb ik al die snippers in papieren zakjes gefrommeld en opgestuurd. Dus iedereen had een kluwe van frommelige, dat zou jij ook gehad hebben, van frommelige snippers. Ja. En bijna ieder feedbackformulier stond in, ja, die snippers, dat was stom. Want dat ben je... Jij niet. Nou, nee. Dat was in ieder geval, daar werd het een stuk frustrerender door. Dan moet je ze vastplakken en ook moet je ze glad strijken. En dan wordt het een klusje van. Nou ja, kijk, het was getypt en dan gaan dingen op elkaar lijken. En, nou, voor mij hoeft niet alles meteen heel obvious te zijn, denk ik. Maar... Ja.
Okay. Nou, goed, maar dat is in ieder geval een heel... Dus dat is aangepast? Een mooi concreet voorbeeld van iets wat ik heb aangepast. Maar okay. Er zijn nog wel betere proeven, maar ja, ik voel een beetje misleerd blijven. Oké, dus je zegt eigenlijk, nou, geen specifieke mechanismes, hè, dus vooral intuïtie. En nou, volgens mij gaat dat een klein beetje in tegen wat je dan geleerd hebt als spelontwerper. Of ja, maar ik heb geen opleiding tot spelontwerper. Nee, ja. Ik heb gewoon, 10 jaar geleden ben ik begonnen. Toen was ik in dienst bij een kleine uitgeverij van bordspellen. En langzaam maar zeker worden die spellen steeds beter. Ja. Dus ja, ik denk dat er wel degelijk oude wijsheden in verwerkt zitten, maar daar niet heel bewust over nagedacht. Okay. Ik heb mijn inspiratie gevolgd. Oké. Okay. Nou, we hebben natuurlijk nu een tijdje gepraat over Puzzelpost. Ik ga ervan uit dat de mensen kijken. Ik ben ook heel benieuwd of mensen vragen hebben voor jou. Natuurlijk, hè, dit is een Ask Me Anything. Oftewel, je kunt eigenlijk de hele uitzending door, kun je dingen aan Ruud of ons vragen. Je hoeft helemaal niet te wachten tot we klaar zijn met praten. Je kunt gewoon een vraag stellen. En nou, ze komen bij mij hier op mijn iPad. En dan kan ik ervoor zorgen dat die vraag gesteld wordt. Dus neem vooral die kans. En dan gaan we het erover hebben. We hebben natuurlijk nu over Puzzelpost gehad. Ik ben ook heel erg benieuwd naar, want je hebt natuurlijk ook escape room ervaring. Mm-hmm. Initieel heb je ook de keuze genomen om de eerste richting escape rooms te noemen. Maar wat met Puzzelpost bedoel je? Precies. Ja. Ja, dus je komt eigenlijk vanuit die escape room. Ja, absoluut. Maar kun je iets zeggen over welke escape rooms je meegeholpen hebt, wat je daar precies gedaan hebt, hoe tof het was? Ja, nou, er zijn een paar goede voorbeelden. Ik heb zelf een escape room gehad, dat was een mobiele escape room. Voor zover ik weet, de eerste mobiele escape room van Nederland, dat weet ik niet, want daar is natuurlijk geen informatie over. Nee. Misschien hebben jullie die informatie, maar voor de rest in ieder geval niemand. In ieder geval duurde het zeker een jaar voordat ik een concurrent tegenkwam. Hmm. Volgens mij was het 2013 toen ik mijn eerste escape room deed. En ik dacht meteen, dat wil ik ook. Toen ben ik gaan knutselen, hobbyën, gewoon. Welke was jouw eerste? Trap in Budapest. Oké. Okay. Ja. En was het toevallig dat je in Budapest was? Of? Ja, we gingen naar Budapest. Toen zochten we naar leuke activiteiten. En toen ontdekte ik pas dat er zoiets was als een escape room. En dat was daar pas. Dat was 2013. Ik was er redelijk op bij. Nee, ik vind het eigenlijk wel als een van de eerste. Op dat moment was geloof ik Bunschoten nog net niet open hier in Nederland. Maar die ging dat jaar open. In Eindhoven, die zit allemaal zo. Ja, dat is die is de eerste. Daar zijn een stuk 4-5 die dat dezelfde periode eigenlijk. Rond die tijd was het in ieder geval. Oké, daar zijn wij inderdaad heel vroeg bij. Toen ben ik gaan bouwen, dat was wel leuk. Toen was ik dus nog niet met papier bezig, veel met hout, met mechanismes. Ik hou heel erg van tandwielen, dingen die draaien, leuke effecten en zo. En dat had ik van begin af aan bedacht, ik ga iets mobiels maken. Want ik ben in mijn eentje en een locatie runnen en personeel en marketing naar consumenten toe. Ach man, daar moest ik niet aan denken. Dus ik heb een mobiele room gemaakt en toen dat was heel lang hobby. Een paar maanden lang was ik op een start-up weekend. Dat is zo'n plek waar je dus je idee kan pitchen. Misschien maak je er een bedrijfidee van. Echt heel tof. Ja. Daar was ik en toen pitchte ik dit en toen kwam ik in een team te zitten, onder andere met Rick Stapelbroek, die later Prison Escapers gaan maken. Echt? Kwam je daar mee in het groepje? Ja, sterker nog, Rick had nog nooit van Escape Rooms gehoord. Die is, ja! Diederik van Puzzel, die is nu in Escape Room ook in Amsterdam aan het bouwen. Oké. Dus dat is een heel vruchtbaar clubje geweest. Ja! Daar hebben we ook nog een leuke prijs mee gewonnen toen. En toen werd het idee eigenlijk aangedragen door mijn teamgenoten, van die veel savvier waren als een ondernemer ging. Je moet het aan bedrijven aanbieden. Voor trainingen, teambuilding, bedrijfsfeestjes, allemaal dat soort dingen. En dat ben ik gaan doen. Dus ik had een B2B room. En dat was niet in een kar of zo, maar losse objecten. En dan kon ik bij de klant een kamer inrichten als escape room. Ja, nou, inmiddels zijn er natuurlijk best wel er zijn er meer van dat soort. Die op soortgelijke constructie. En nou, wij vinden het altijd moeilijk om dan te zeggen, maar ja, heet dat echt een escape room? Hè? Je zit vast in een ruimte en kun je echt met bepaalde elementen die je in je kamer aanbrengt wel het escape room noemen. Het was inderdaad 3 jaar geleden. En dus als ik ook terugdenk, de puzzels die daar aanvankelijk in zaten, die heb ik nu allemaal 10 keer gezien. Slotjes. Er zaten een hoop slotjes in, maar ook wel, er zaten een hoop leuke inventieve ideeën in. Okay. Heb je die toen verkocht? Of? Ja, die heb ik verkocht. Eind vorig jaar heb ik die pas verkocht. Die heb ik eigenlijk best wel lang, is dat nog een beetje de ruggengraat geweest waar ik op terugval qua inkomsten. Nee. Maar toen wilde ik me echt concentreren op Puzzelpost. In de tussentijd heb ik nog een hoop
rooms helpen hebben of hebben ontworpen voor andere dingen in Nederland. Zijn die allemaal bekend bij jou mee? Of de laatste die is geopend is in Asperen. Escape 0345 heet die, geloof ik. Oké. Okay. Is de naam niet verzonnen. Daarvan heb ik een ontwerp, dat was niet onderdeel van het productieteam, dat heb ik echt een ontwerp gemaakt. Want meer budget dan dat was er eigenlijk niet. Ik heb een ontwerpdocument gemaakt van dit zou leuk moeten zijn aan hun gegeven. En zij zijn ermee aan de slag gegaan. En zij hebben gelukkig de vrijheid genomen om hier en daar dingen aan te passen tijdens de productie. Want je kunt niet eerst een ontwerp doen en dan de productie en dan hopen dat alles werkt. Nee, eigenlijk zou je willen dat de ontwerper de hele productie betrokken zou blijven. En dat was hier dus niet het geval. Dus dat, maar die, gedaan, die is dus net een tijdje open en de eerste reacties zijn in ieder geval heel leuk. Ze hebben hem heel mooi gemaakt. En ik ben, ik heb veel met Sherlock samengewerkt. Aan de Van der Voort, daar heb ik een onderdeel van gedaan. Dat was een heel groot team. Ik heb met hun ook, de port game, dat is niet echt een escape room, maar nee, hun grote havenbeleving. Ja, grote groepen, daar ja. heb ik alle puzzels voor bedacht. En namens Sherlock heb ik ook nog escape rooms bedacht die in IJsland gebouwd worden. Ja. Maar goed, dat zijn een aantal, cool. voorbeelden. Cool. Er is een vraag gesteld door Ben Gremer van Escape 015. Ja, dat Ben. Hij, de vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe kom ik aan zo'n doosje? Wat een goede vraag. zo'n doos bedoel je? Ja. Er is dus nu een crowdfunding aan de gang. Volgens mij kunnen we als we willen ook de URL even in beeld zetten. Ja. De techniek is allemaal geregeld. Ja, we hebben allemaal voorbereid. Iets naar links, naar beneden. Als je zo verkoopt, dan kun je het bijna zelf doen. Ja. Ja. crowdaboutnl.nl/puzzelpost. Er is een crowdfunding aan de gang. Zoals ik al zei, het is er nu nog niet. Dus je kunt nu, daar heb ik ook een heel tof filmpje. Die kun je kijken. En dan en daarna mag je pas bestellen, want het filmpje is te leuk. En daar kun je dus meedoen aan de crowdfunding. En het is pure voorverkoop crowdfunding. Dat betekent dus, je bestelt een pakket. Of er zijn nog een aantal andere leuke varianten die ik daar misschien nog aan toekomen. Maar daar in ieder geval op die pagina uitgebreid over kan lezen. Als ik tenminste 30.000 euro ophaal, dat is wat ik nodig heb om een minimale oplage mee te maken. Dan gaat het door. En zo niet, dan krijg je je geld weer terug. Dus zo'n soort campagne is het. Ja, ik zie dat er is nu ongeveer de helft opgehaald. Dus ja, dat is een enorm groot bedrag dat al opgehaald is. Ja. Hoeveel dagen zijn er nog? Nog 24, geloof ik. Dus het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Het is natuurlijk een enorme piek aan het begin, zoals het gaat. Nou ja, natuurlijk. Maar nu, ik heb nog een aantal hele leuke verrassingen in petto. Dus als het goed is, ik heb er wel vertrouwen in. Dat het gaat lukken. Ik heb een klein beetje sidetrack, maar ik doe ook veel Kickstarter projecten. Nou, we zijn natuurlijk bij jou ook geïnvesteerd. Vinden we leuk, vinden we belangrijk, dus dat doen we ook. Maar iets wat ze daar deden, was dat mensen die dus al, want jij kunt natuurlijk met jouw community communiceren. Iedereen die lid is van, of die hoe noem je dat op Crowdaboard nou? Supporters. Supporters. Laten we supporters noemen. Investeerders heet het inderdaad. Die geïnvesteerd heeft, die kun je weer bereiken. En wat hun gedaan hadden is, want je hebt best wel leuke trapjes gemaakt. Hè? Dus dat je elke keer iets extra's krijgt als je meer geld geeft. Mm-hmm. En wat hun nou hadden gedaan is dat ze zeiden, nou, de eerste 10 mensen die nu hun bedrag verhogen, die krijgen weer iets extra's. En dat deden ze een keer of 10 tijdens die campagne. Yeah. Ja, want hij was ook schrijver, dus je kreeg dan natuurlijk dat. Dan kregen de eerste 10 een gesigneerd boek toegestuurd. En je zag gewoon dat hij op verschil, want hij had natuurlijk eerst een piek. Ja. Maar daarna dat hij op elke keer die momenten, dan zag je gewoon elke keer zo'n piekje. Ja, want je moet natuurlijk rekening houden met het algoritme van Kickstarter en op die manier word je topic. En als je topic wordt, kom je in e-mails nieuwsbrief. Nou, helaas met Crowd About Now ben ik niet zo. Want Kickstarter heeft echt zo'n, dat is een levend organisme. En er zijn altijd 50.000 projecten tegelijkertijd en mensen die gaan er doorheen op zoek. Crowd About Now staan 15 projecten live. Maar waarom heb je hiervoor gekozen dan? Goeie vraag. Er zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste, Crowd About Now is een Nederlandstalig platform. En de Puzzelpost is op dit moment nog een heel Nederlands product. Als je op Kickstarter staat met een Nederlandstalig project, dan is alles eromheen is nog steeds Engelstalig. Dus nog steeds Backbiz Project en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik weet gewoon, niet iedereen die dit doet is bekend met crowdfunding en dat soort dingen.
Dus dat ziet er gewoon wat minder netjes en voor sommige mensen minder betrouwbaar uit. Dus het advies dat mij is gegeven en daar geloof ik ook zelf in. Andere belangrijke reden is dat je op Kickstarter alleen kunt betalen met creditcard. Ja. En dat is voor Nederlandse investeerders gewoon wel een drempel. Ik heb nu wel geleerd, op Crowdabout Now kun je alleen betalen met Ideal. En dat is dan weer lastig voor iedereen die in België of in Duitsland zit. Eigenlijk, hè? Dat soort platformen... Ja, waarom niet gewoon Ideal en creditcard? Crowdabout Now, goed idee. Want nu zijn er al meerdere mensen geweest die mij hebben gemeld van hoe moet dit nou? Laat ik daar meteen eventjes iets over zeggen. Er is niet echt een oplossing vanuit de website. Wat je wel kunt doen natuurlijk is, als je zelf iemand in Nederland kent, het via die persoon regelen. Wat ook kan is met mij contact opnemen en het direct overmaken. En dan pomp ik het in de campagne. Ja. En dan regelen we ook natuurlijk dat je het terugkrijgt als die doorgaat. Dus, ja. Oké. Cool. Nou ja, dat is natuurlijk op Kickstarter heb je, nou, Sherlock is ook via Kickstarter. Ja, werkt dus ergens als mensen dan, Prison Escape is ook, klopt, via Kickstarter. Dus dat zijn toch wel twee grote projecten. Ergens kan het natuurlijk wel. Ik ben wel benieuwd hoe de campagne uiteindelijk gaat. Het is natuurlijk belangrijk, hè, dat mensen zoiets zelf willen maken. Of een community willen creëren door middel van crowdfunding. Ja. Dat je nadenkt over welk platform je kiest. En in theorie zou het dus kunnen dat... Kickstarter heeft een hele goede marketingmachine vanuit e-mailcampagnes. Dus nu komt er heel veel bij jou te liggen. Crowdabout Now heeft ook wat gedaan. Ik heb vandaag nog zat ik in de nieuwsbrief en ooit in Facebook timeline. Dat was heel leuk en dat heeft ook echt wel weer een aantal nieuwe supporters opgeleverd. Kickstarter is heel sterk. Ik heb zelf ook tot nu toe alleen nog maar geïnvesteerd via Kickstarter. Op Crowdabout Now omdat ik wilde weten hoe het hele proces is. Dus ik heb €20 gegeven aan een van de restaurants in Amsterdam. met Puzzelpost, goede kans dat ik daar uiteindelijk ook nog mee de grens over wil. En dan is Kickstarter een no-brainer. Dan is dat echt, daar ben ik veel meer vertrouwd. Daar kun je meer. Oké. We hebben nog een vraag binnengekregen. Mels Verstappen van Breakout Room. Ik weet toevallig dat ze zojuist een tijdje geleden een nieuwe kamer geopend hebben, 7. Dus we gaan hem binnenkort spelen, maar ik hoor heel erg goede verhalen. Mels Verstappen vraagt, ben je niet bang dat ze puzzels gaan gebruiken in een kamer? Hè? Dus alle elementen die er hierin op zitten, dat ze die gaan kopiëren. Ja, bedoel je puzzel ideeën gebruiken of fysiek? Nou, maar niet uit. Mels kan natuurlijk zelf zeggen. Ik neem aan dat het... ben ik daar bang voor? Dat hebben denk ik escape rooms onderling toch ook. Dat je een puzzel in een escape room hebt die dan door een andere escape room wordt nagemaakt. Dat gebeurt soms bewust, soms onbewust. Ik weet niet of die daar iets over zegt, want ik zie dan zelf de comments. Ja. Nee, ik ben daar niet bang voor. Dus het is wel zo, zoals ik al zei, vanwege die specifieke beperking, dat ik geen slotjes en dat soort dingen heb, heb ik wel puzzels verzonnen die ik daarvoor nooit verzonnen had. Dus het zou kunnen dat mensen dit wel zien en denken, oh dat is vet, dat wil ik ook in mijn escape room, maar dat... Ik moet zelf zeggen, het is niet overladen met puzzels. Het zit ook zoveel mysterie, verhaal, laag op laag. Er zitten sommige dingen in die echt heel erg leuk verzonnen zijn. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, oh maar dat ga ik ook in een escape room gebruiken. Ja. Maar ja, dat heb je met... Ik heb nu zoveel escape rooms gespeeld. De kans dat ik, als ik een escape room bouw, iets gebruik qua mechanisme wat ergens anders is. Hè, even los van kopie. Want dat doe je natuurlijk absoluut niet. Zelf verzint, uit jezelf. Dat gebeurt ook. Vorig weekend heb ik nog een escape room gedaan waar ik geloof ik geen enkele puzzel deed die ik niet al eerder had gezien. Weet je, dat zei zo. Ik probeer gewoon zelf iets origineels te maken en... Weet je, er zijn honderden escape rooms alleen in Nederland al, dus ik geloof niet dat het mij ooit in de weg zal staan, dat er iets wordt hergebruikt. Waar haal je überhaupt je ideeën van? Heb je iets bewust waar je ideeën van haalt? Of wat doe je nou? Hoe noem je dit? Editie 1 of serie 1? Of... Ja, ik noem het de eerste puzzelpostproductie. Productie. Het boek in ieder geval. Ja, dat allitereert lijkt me, puzzelpostproductie. Puzzelpostproductie, ja inderdaad. Dat hadden we nog niet verteld. Hè. De eerste productie heet het boekenierdossier. Nou, we zagen hem net inderdaad al uit de crowdfunding. Een van de dingen die erin zit is natuurlijk de dossiermap. Ja, dat is de URL, puzzelpost.nl. Eentje naar beneden. Ja. Ja, dus daar kun je het zien, hè. Puzzelpost, het boekenierdossier. Ja, dus dat is de eerste productie.
Oh, je gaat ook echt iets laten zien. Nou ja, dat is, dat is een van de onderdelen, is een oude dossiermap. En dat is echt kort. Nou oké, daarnet was het beter leesbaar, hè? Laat het maar. Er staat op het boek in ieder geval. Even wat dingetjes die... Oké. Maar hoe ik op mijn idee kom, toch hier geloof ik. Nou, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk te zien, hè, maar je merkt gewoon dat op het moment dat je dit vast hebt, het voelt echt als een krant. Het voelt echt als, ja, het is echt zo gevouwen, hè, dus je kunt die precies zo vouwen, zo komt het ook uit de doos. Ja, dat vond ik echt een van de hele typerende dingen. Heb een paar dingen. Ook misschien is het leuk om die... Dit is echt heel mooi. Er zit een Polaroid in. Nee. En dat is inderdaad ook, daar zit... Ja, dat is echt dat relief en ja. Ja, heel mooi. Wat de ideeën ook voor puzzels en zo betreft, ja, er zijn een aantal dingen waar je inspiratie vandaan haalt. Het vertelt echt een verhaal en het deel van de puzzels komt voort uit het verhaal. Maar daarnaast, soms heb je gewoon een golf van inspiratie. Een tijd geleden was dat, toen ik met die mobiele bloem bezig was, was dat dus mechanische dingen waarin het tandwielen, dat soort dingen. Later kwam er heel veel uit wiskunde voort. Maar ik heb gewoon, zoals denk ik een hele hoop ontwerpers, een hele lijst vol met puzzel snippets en effecten, dingen waar ik een keer wat mee wil. Als ik zeg effect, dan denk ik dat je wel een idee hebt van bijvoorbeeld een effect dat ik een keer gezien heb, dat ik heb gereproduceerd. Ik in ieder geval. Er zit nog een mooi plattegrond in van de top-up waar het zich in afspeelt. Nou, hou ik op. En daarnaast heb ik ook nog een hele lange lijst met onderdelen, materialen, die ik graag in zo'n doos zou willen stoppen. Van wat is nou mooi? Dus zouden nog dia's of oude fotorolletjes of een orgelboek, weet je wel, zo'n ponskaart heb ik het geleden gehad. Dat is niet haalbaar, dat is te duur, blijkt. Je hebt natuurlijk van die lullige verjaardagskaartjes waar een muziekje uitkomt ofzo. Maar je zou natuurlijk ergens iets in kunnen verstoppen dat als je ergens iets weet. Ik heb hele bestanden vol met dat soort ideeën en dan ga je die dingen combineren van wat voor effect kan ik waarmee bereiken en hoe schakel ik dat aan elkaar en hoe kan ik het verhaal dan vertellen en dan kun je een half uur verder. Ja, ik denk dat het ook een heel mooi bruggetje is, want we hebben nog een vraag binnengekregen van Thijs Norland. En Thijs Norland vraagt, kan je de verschil uitleggen tussen Escape from the Game en Puzzlepost? Escape from the Game is natuurlijk een typerend bordspel, of eigenlijk bordspel, ja, een spel dat je samenspeelt, wat heel erg escape room minded is, en dat is Puzzlepost niet. En ik denk dat een heel mooi bruggetje is voor jou, zeg maar, om te kijken wat voor jou dan echt het verschil is. Want voor mij ligt het heel erg, om hem dan aan te geven, heel erg in wat we natuurlijk als voor, je kunt net wel zien, dat je echt voor ons hebben liggen. Kijk, dit ga jij niet meemaken in Escape Room the Game. Dit niveau van effecten, dit materiaal, dit soort dingetjes. Dus ik denk dat daar ook voor mij ligt daar een heel groot verschil in de kwaliteit. Kijk, je kunt hier, ik zie hier gewoon dat er al de koffievlek op zit. Het is misschien moeilijk te zien, maar dat soort details, kijk hier achterop ook. En dit is al dat het oud voelt. En alles wat je bij Escape Room the Game vast hebt, komt gewoon uit de printerrollen. En daarbij je mee aan de gang. En nu wil ik het helemaal niet plat slaan of te niet doen. Want ik heb Escape Room the Game vond ik echt super leuk om te spelen. Ik ook. Bijna elke editie. Ik heb er nu 6 keer gespeeld. En nou, hetzelfde met Escape Room. De ene vind je leuker dan de andere. Maar dit is echt iets anders. En nu geef ik hem aan jou. Ja, dank je. ik ben het grotendeels met je eens. Het is, Escape Room the Game is tof. En er zijn trouwens, daar wil ik jullie ook wel even op wijzen. Er zijn heel veel Escape Room bordspellen. Dus Identity Games heeft Escape Room the Game. Dat komt uit Nederland. Die hebben zitten er dus 4 in een doos en ze hebben ook nog uitbreidingen die vrij goedkoop zijn. En die hebben inderdaad, dat is gewoon echt heel anders. Die kiezen voor een heel andere uitstraling. En het is een spel. Er zijn spelregels. Er is een dingen waar je aan moet houden en iets waar je een code in moet invoeren. En er is een timer. En er zijn enveloppen waarop staat, maak deze envelop pas open als je dit hebt gedaan. Ja. Dat is heel anders. Je gaat vooraf eerst het boekje lezen en dan ga je het doen, bij wijze van spreken. En Puzzlepost is iets wat je zou moeten overkomen. Als je de doos open doet, weet je nog niet wat je kunt verwachten, maar zit je er al meteen in. Veel meer nadruk op verhaal. Behalve Escape from the Game, ik heb deze week 2 scenario's gespeeld van Unlock. Oké. Heb je die gezien toevallig? Ik heb die nog wel gezien, voor mij gespeeld, maar ik heb ze zelf nog niet gespeeld. Die vond ik ook erg tof. Unlock is... Nog verder geabstraheerd, dus nog meer dan Escape from the Game, is het iets dat echt de Escape Room ervaring modelleert, simuleert. Namelijk een scenario is gewoon een pakje kaarten. That's it. Okay. En die
kaarten mag je allemaal nog niet bekijken. Dat is een van de regels. Dan draai je ze nog niet open. Eerst draai je open en dan zie je een soort klein plattegrondje van waar je bent. En er staan een paar getallen op. En dat zijn de getallen van de dingen die je kan zien. Dus dat bijvoorbeeld bij een tafeltje, er staat 77. En dan zoek je kaart 77 en dan kun je die kaart goed bekijken. En het heeft een leuk mechanisme dat als je bijvoorbeeld een kast en een sleutel met elkaar combineert, dan tel je de getallen bij elkaar op en dan kijk je of die er ook in zit. En zo ja, dan mag je hem opendraaien en dan is het een open kast. Of een kaart waarop staat, dit is fout. Fout, ja. Unlock is in ieder geval, het is weer heel anders, voelt nog meer als een spelletje, maar is ook een hele leuke. Dus ik ben wel fan, het is gewoon iets heel anders. Wat Escape Room The Game dan weer heel erg heeft over Puzzle Post, laat ik daar eerlijk over zijn. Het kost ongeveer evenveel, maar Puzzle Post is één scenario en Escape Room The Game is een vier. Ja. Dus dat, het is gewoon een heel ander beestje. Ja, nou dat lijkt me juist ook heel moeilijk, hè? Ook voor jou, dat je die afweging moet maken, hoe ver laat ik die kwaliteit erin zitten. Ja, want als je kijkt van bij Escape Room The Game, hè, de kwaliteit is heel, heel anders. En je kunt ook een heel leuk uur hebben, maar ja, dat je kunt hier nog meer kwaliteit. Maar ja, op een gegeven moment komt marge in. En je kunt natuurlijk zeggen van Escape from the Game, alles komt uit de printer. Maar ja, ik heb nog steeds een heel leuk uur. Ik denk dat een belangrijk verschil ook is dat Escape from the Game is gemaakt door een team. En dan heb je aan de ene kant de ontwerpers en aan de andere kant heb je de managers en de marketeers die zeggen, nee, kappen nou, het mag maar een paar euro kosten. Ik ben in mijn eentje en ik ben dit gaan doen omdat ik ervan hou. Dus dan wil ik bijvoorbeeld dat die krant hier een scheurlijn heeft en niet een kniplijn. En ik wil dat hier die zijkant, dat die van die kleine... van die kleine gaatjes in de rand van een krant. Dan moet je thuis maar eens kijken. Dat zien de mensen helemaal niet. Maar ik heb dus 100.000 van dat soort dingen die ik graag wil doen. En je moet ergens ophouden. Om heel eerlijk te zijn, er zit bijvoorbeeld ook een onderdeel in dat ik zelf in deze versie niet zo mooi vind. Die gaat mooier worden, dus wil ik hem maar laten zien. Dat is dit servet. Het is nog veel meer, hoor. Dus dit servet. Dat is een servet van iemand van een café en daar heeft iemand iets opgeschreven. Vond ik een leuk idee, maar uiteindelijk dit servet is veel te wit. Ja, ja. Okay. Ik zou willen, want dit servet is namelijk, net als de meeste onderdelen, is 40 jaar oud. Maar wat het zou moeten gaan worden, is een heel flimsy papieren servetje dat een beetje verkleurd is en een beetje verkreukeld is. En zo. Okay. Dus ja, die grens die je trekt, dat is een goede. Want op een gegeven moment, dan denk je van, hè, als ik dit er nou aan toevoeg, ja, dan gaan mijn productiekosten ongeveer 1,5 euro omhoog. Weet je? Doe nou, en maak dan de vraagprijs ook gewoon 1,5 euro hoger. Wat maakt het nou uit? Maar dat moet je ergens ophouden. Want op een gegeven moment kost je doos ineens 80 euro. Ja. En dat wil je niet. Ja, wat ook nog kan, is dat je denkt, oké, ik ga er helemaal vol voor. Ik zeg, ik ga gewoon voor iets duurs. En ik ga iets mooi maken. En ze zijn allemaal gepersonaliseerd. En ik doe het in een houten kistje. En ik doe er een amulet bij. En dan vraag ik $200. En dan heb je de Mysterious Package Company. Ja. En dat te gek ook. Maar niet waar ik voor gekozen heb. Nou, ik heb zelf nog iets, en dat speelt bij Escape Rooms natuurlijk ook. Dit kun je ook maar, of ja, eigenlijk één keer spelen. Het is niet, je speelt een verhaal, dus het is ergens weer wat anders. Maar ik mis dat ook heel erg bij een Escape Room. Hè. We zien een beetje een trend ontstaan nu, dat het herspelen van Escape Rooms, dat willen mensen vastpakken. Om te kijken, wat kan ik daarmee, zodat mensen vaker kunnen spelen. Bij Escape Room The Game, andere, kun je eigenlijk één keer spelen en daarna ben je eigenlijk klaar. En dat is dit, bij dit eigenlijk ook. Ja, behalve natuurlijk dat het niet, je vernietigt het niet. Nee. Dus je kunt hem herstellen en dan kunnen je vrienden dan ook nog spelen, zoveel mensen als je kunt hem doorverkopen, doorgeven, door cadeaus. Ja. Ja, nee, dat is ook, maar dat is natuurlijk ook, dit is ook eigenlijk wel mooi, hè, dat je geeft iemand je kunt iemand een cadeau geven, die eigenlijk niet weet dat het voor jou afkomt. En dat je dan in één keer, vertel je dat? Wat de eerste stap is voor degene die het ontvangt, die eerst een brief. Ik vind dat heel moeilijk, want ik wil niks te spoorden. Wat is niet te spoorden? Ja, precies. Want je bent heel vrijgevig met allerlei dingen laten zien. En maar jullie weten niet wat ik allemaal niet heb laten zien. Nee, maar dat... de ontvanger krijgt eerst een brief. En daar zit een oude foto bij. En daar wordt het verhaal in geïntroduceerd. En het pakket komt ook pas een paar dagen later. Ja. Dat doe ik ook zodat mensen de tijd hebben om dat verhaal een beetje op zich te laten inwerken. En dat er niet ineens een doos is, want die willen mensen anders misschien wel weigeren. En in die brief, als je het bestelt voor iemand anders, kun je een persoonlijk berichtje toevoegen. En dat wordt gecodeerd en als eerste puzzeltje in die brief gestoken. Dus dan kan de ontvanger al een beetje beginnen met puzzelen. En als ze dat dan hebben opgelost, dan zien ze... Hey, gefeliciteerd met je pensioen, liefst van Anja en Astrid.
En dat is een leuke manier. Er zijn een paar van dat soort momenten dat je heel even uit de fictie stapt. Ja, ja. Toegeeft, het is een cadeau. Het is zo'n superleven. Het is natuurlijk de laatste jaren ook steeds vaker gebeurt het dat je iemand een activiteit of een beleving cadeau doet. Weet je, het gaat goed met ons, we hebben alles al. Dus wat moet je mensen in vredesnaam geven? Je kunt ze wel die shampoo geven. En in plaats daarvan geven ze, we gaan een keer samen naar een optreden. Of we gaan een keer samen bonbons maken, whatever. Ja. Dit is eigenlijk meer dat. Je geeft mensen weliswaar een doos, maar je geeft ze een beleving die ze maar één keer kunnen doen. En dat is eigenlijk net zoals dat. En die ze daarna dus ook nog iemand anders kunnen geven. Dus dat is ook goed, hè? Maar ik heb zelf altijd het idee van, ik heb ooit nog een plan om een escape room te bouwen. En ik ben heel erg twijfel, heet dat dan nog een escape room? En, ik ken niet echt een escape room die iets doet met de temperatuur, of waar je bent, of de weekdag, of is het ochtend of avond. Maar dat zijn allemaal momenten die je kunt gebruiken om of het verhaal te verlengen, of de beleving een stuk unieker te maken. Ja, dus dat je zegt, van, ik speel, als je het 's ochtends speelt, dan kom je tot een bepaald einde. Mm-hmm. En mensen die samen spelen, die komen ook tot een ander einde. Dan krijg je natuurlijk dat heel erg... Ja, je zou zelfs kunnen bedenken van, er is een scenario dat zich afspeelt over verloop van een dag. En daar beleef je, bij wijze van spreken, een uur van of zo. Maar dat speelt allemaal dan in dezelfde ruimte af. En dan, ja, precies. Als je dan inderdaad een verhaal trekt, dan zit je inderdaad... Kijk maar, mensen hebben nu kunnen zelf bepalen wanneer ze het spelen. Mm-hmm. En ik vind, mij zou het heel tof lijken, want ik zit zelf ook heel erg na te denken over dat herspeelbaarheid. Mm-hmm. Dat je, dat een van de dingen is de variabelen toevoegen die heel dynamisch kunnen zijn. Ja. Ja, zodat, als je het met 4 man speelt, dat het anders is dan met 6. Ja. Of dat je, als je het op een maandag speelt, anders is dan op een vrijdag. Dus dan ontstaat er in één keer een heel grappig iets dat mensen dus die op een donderdag spelen, die komen iets met als antwoord en je denkt van, die heb ik op een donderdag gespeeld. Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk te gek. De grote kunst zit in, hoe krijg je dat wederzijds aan volgen? Dat is een hele leuke, dat is fit. Ik denk dat dan, dan moeten we er misschien niet te lang bij stilstaan, maar dan dat het verhaal daar heel groot in kan zijn. Dat als je inderdaad, wat ik dus net zei, dan stel bijvoorbeeld er is een scenario dat zich wat langer duurt dan een uur, maar in feite je beleving is een stuk daarvan. Je beleeft bijvoorbeeld een scène uit dat verhaal. Ja. Dat die meer context krijgt als je de beleving van 2 uur eerder ook een keer meemaakt. En dat op die manier je iets groters meemaakt. Want wat lastig wel is natuurlijk bij een escape room is dat je met de puzzels, die zijn veel moeilijker om mee te variëren dan met het verhaal dat je vertelt, volgens mij. Want je zegt, je hebt wel puzzels die je op verschillende manieren kan insteken, of bijvoorbeeld zeker als er een digitaal aspect aan zit. Maar anders zit je al vrij snel aan dingen die skill-based zijn, of zo, weet je wel. Dat je zegt, we laten ze zo'n soort puzzel oplossen, maar ze krijgen 1 of 2 aanwijzingen minder, waardoor die heel veel moeilijker is, of iets dergelijks. Ja, precies. Interchangeable puzzels, dat is ook weer een hele leuke uitdaging voor een ontwerper, maar waar je echt even vast moet bijten voordat je de oplossing hebt. Okay. Maar als je nu kijkt naar Puzzelpost, en je hebt natuurlijk enorm veel ervaring met het maken van spellen, we hebben het er al een heel tijdje over. Waar ben je nou het meeste trots op? Wat er nu al staat, dat ik vind het heel erg tof. En je zegt zelf, je bent alleen. Ik vind het heel knap wat je alleen al bereikt hebt. Ja. Maar wat zijn dan dingen waar je echt heel trots op bent? Of nu, je hebt het natuurlijk over de kwaliteit al verteld en dingen. Ja, er zijn een hele hoop kleine dingen waar ik trots op ben. Ik vind inderdaad, bij een hele hoop van die onderdelen heb ik zitten pielen en zoeken naar het juiste materiaal en naar de juiste productiekosten om het helemaal zo te krijgen zoals ik het hebben wil. Ja, daar hou ik gewoon van. Ik hou ervan om mooie dingen te maken. En er zitten een paar puzzeltjes in die ik heel erg tof vind. Het meest trots ben ik gewoon op het geheel. Op het feit dat ik heb bedacht, ik wil graag mensen mooie post sturen. En daar al mijn ervaring van spelontwerper en escape room maker in storten om daar een mooie beleving van te maken. En dat gelukt is. En dat mensen het nu, weet je dat nu 240, 250 mensen of zo het al besteld hebben. En dat is exclusief die 100 natuurlijk die het escape room al gedaan hebben. Ja, dat is gewoon te gek. Alle mensen die zeggen dat ze een toffe avond hebben gehad of er niet, of dat ze er naar uitkijken. Daar ben ik gewoon, ben ik heel trots op. Als je kijkt naar, stel je voor dat mensen hier zelf niet zozeer willen kopen, dat hopelijk doen heel veel mensen dat. Maar je zelf iets mee willen. Hè? Dus zelf een bepaald idee hebben om een soort gelijk iedereen te geven. Wat zijn dan 2, 3 dingen die je zegt van oké,
doe dit alsjeblieft niet, of doe dit vooral dan. Nou ja, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat mensen willen doen. Als iemand iets zou willen maken, zoals Puzzlepost, zijn eigenlijk twee dingen die ik aan het begin onhandig heb gedaan. Ten eerste ben ik gewoon keihard in puzzelontwerpmodus geschoten en ben daarna pas houdbaarheidsonderzoek gaan doen. Want als het gaat om productiekosten, dat heb ik op de game ook gezegd, als je een escape room maakt en je denkt ik wil het iets mooier maken, dan steek je 100 euro meer. Hier kan dat echt niet. Hier moet je ieder dubbeltje op zijn kant leggen. Dus ik had bijvoorbeeld iets bedacht met een mooi orgelboek, een ponskaart, en dat was op de juiste manier fout dat je dan op de zijkant iets kan zien. Een ponskaart kost 10 euro. Dat kan niet, want er moet nog iets van marge overblijven. Dus begin met houdbaarheidsonderzoek van je materialen. En met drukwerk kom je heel veel. Zeg maar, je kunt, zeg maar, als je de juiste papiersoorten kiest en zo, je kunt gewoon heel veel dingen heel mooi maken met alleen maar papier en inkt, erbij te spelen. Klein beetje handwerk. De andere was, ik heb het ontwerp heel erg laten sturen door mijn puzzelideeën, puzzels en effecten die ik wilde doen. Ik had wel een globaal idee van het verhaal wat ik wilde vertellen, maar die was nog niet helemaal uitgekristalliseerd. En in de maanden die volgden is dat verhaal steeds sterker geworden. Ik wil ook nog weer flink veranderd sinds februari. En daardoor kan ik gewoon hele stukken niet meer gebruiken. Eigenlijk is het toch wel heel verstandig om te bedenken welk verhaal je wil gaan vertellen voordat je begint met schrijven. Ik denk dat een auteur van een detective boek of zo je dat ook zou vertellen. Schrijf niet hoofdstuk 1 voordat je weet wie het gedaan heeft. Dat geldt hier ook. Maar dat gaat voor mensen die echt zoiets als Puzzlepost willen maken. Want ik iedereen trouwens echt van harte aanraad. Want er is volgens mij plek genoeg nog op de markt en ik wil heel graag dit soort dingen spelen. Wat ik vooral heel erg voorzie, is dat escape rooms hier ook meer mee kunnen. Wat je nu, veel escape rooms geven nu een leuk hebben dingetje, reminder, souvenir mee. Dan krijg je een leuk armbandje of een speldje of een koelkastmagneet. Maar dat heb ik niet zoveel aan. Dat is gewoon merchandise met je logo erop. Wat ik heel tof zou vinden, is dat als je een hele escape room hebt gespeeld die zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelt, en dat je dan in de laatste ruimte in het cafeetje dat er een soort krantenrek staat en dat je een van die kranten kan pakken en mee naar huis kan nemen. En dat dan allemaal verhalen in die de beleving die je hebt meegemaakt nog verder verrijken. Ik weet een escape room in Nederland die... Die zoiets doet? Ja, oh, die doet zoiets. Ja. En waar je vervolgens aan de slag kan. Iets dat in feite de rabbit hole is, zeg maar de gateway om zoiets als Puzzlepost te beleven. En idealiter zelfs natuurlijk je eerste kamer nog weer verbindt met je tweede kamer, zodat het echt een heel verhaal wordt. Volgens mij... Een probleem in de escape room is, je hebt maar 60 minuten en iedereen zit vol in puzzelmodus. Dus al het verhaal en thematiek die je erin steekt, 80% gaat verloren. Er zijn een paar mensen die het echt waarderen, maar ik hoor zoveel gefrustreerde ontwerpers van mensen snappen het verhaal niet en ze vinden het niet eens erg. Bij zoiets als dit nemen de spelers de tijd. Dus als iemand een escape room heeft gedaan, geeft ze dan iets mee naar huis, met die kleine toevoeging aan je room kun je zoveel meer beleven. Je hebt zoveel meer mogelijkheden in je ontwerp. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren. En ik vind het ook heel leuk dat ik dat soort dingen... Hè, dat ik begin te merken dat de escapers dat in ieder geval willen. En ze vragen ook van, wil je misschien samenwerkingen en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er over een jaar uitziet. Ik heb de indruk dat het dan gesneden koek is. Voor een hele hoop escapers. Okay. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik zie dat we nog 10 minuutjes hebben. Zijn er nog mensen die nu kijken en denken van, hey, op basis van wat er overbij is gekomen, of van, hey, ik wil iets vragen over het maken van bordspellen, of over een escape room, of iets persoonlijks aan Ruud, dan stel vooral de vraag in de reacties. Die komen bij mij hier binnen en dan kunnen we ze gewoon bespreken. Nou, er zijn op het moment nog geen vragen, dus ik heb zelf nog een vraag en hopelijk heeft iemand anders dan de volgende vraag. Ik ben heel erg benieuwd waar je zelf ziet staan over... Een jaar. Nee, want het is natuurlijk 24 dagen, dan is het voorbij en dan geloof ik dat je echt mannenmacht de eerste productie gaat maken. En dan zien we jou gewoon een half jaar niet. Ja. En dan? Ik heb absoluut een roadmap in gedacht. Het boek in ieder dossier is het begin van een groot verhaal, is het idee. En dat heeft een hoop vormen gekend, maar wat ik nu voor me zie is dat het deel 1 is van een driedelig verhaal. En het meest realistische idee dat ik nu heb is dat ik dat helemaal wil maken, dus dat ik die drie pakketten wil maken
En daarmee een iets stabiels neer kan zetten. Dat ik ook op een gegeven moment abonnementsvorm kan aanbieden of zo. En als ik daarmee, als dat staat, dat ik dan internationaal ga. En ik weet niet hoe dat er over een jaar uitziet. Ik bedoel, ik hoop dat ik over een jaar al wel echt flink met pakket 2 bezig ben. Ja. Maar dat... Ik kan niet wachten. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Ja. Maar wat ik dus net zei over samenwerking met escape rooms. Dat is zo ontzettend leuk wat daar mogelijk is. En ik vind het op zijn minst leuk om daar verbanden te leggen. En het met mensen over te hebben en advies te geven. Of, en dat soort dingen. Dus ja, ik wil rustig aan iets stabiels neerzetten. Maar ik kan ook niet wachten met ontwerpen. Dus ik wil heel graag aan pakket 2 beginnen. Dat is eigenlijk. Oké. Okay. Ja, ik zag net een hele leuke. We moesten volgens mij Tjas zwaaien en yo-yo zeggen. Maar Jaap Koppers. Yo-yo. Yo. Yo. Ik zie nog een vraag van Mels Verstappen. Breakout Room in Den Bosch. Ik merk dat de markt aan het veranderen is. Spelers willen steeds meer beleving. Komt dit doordat ze nu al verwend zijn? Nou ja, in zekere zin wel. Ik geloof dat de eerste keer dat iemand in een escape room instapt, maakt hij iets mee dat hij nooit eerder heeft meegemaakt. En dan ben je ineens min of meer hoofdpersoon van een avontuur. Het voelt het een beetje alsof je in een film zit, want alle controle is weg. Maar als je dat een paar keer hebt gedaan, realiseer je gewoon, het is gewoon een kamer met puzzels. En als er met aankleding en met acteurs en met regie of misschien met een langere speeltijd of zo, mensen, ja, ik geloof wel dat mensen verwend raken. Ik ben verwend. Ik ook. Ja, en niet alleen willen mensen steeds rijkere escape rooms, die gelukkig ook komen. Ik vind het heel leuk dat het, ja, mag ik die kant op gaat, dat maakte ik me een paar jaar geleden wel zorgen over. Maar mensen willen ook andere dingen. Mensen willen kunnen vertellen op het werk dat ze iets unieks hebben gedaan. Zeggen, we hebben een escape room gedaan. Oh ja, vet. Net als vorige week. Maar als je prison escape hebt gedaan, bijvoorbeeld, dan heb je echt een ander verhaal om te vertellen waar mensen nog nooit van gehoord hebben. En, Puzzlepost is misschien ook wel zoiets. Het is variëren op het thema, het zouden gewoon variatie van spijt doet eten. Nou, en toch zie ik het bij escape rooms ook, hè, dat je, want je hebt natuurlijk Puzzlepost echt anders, of in ieder geval, hè, gebruik delen, prison escape precies hetzelfde, hellshooter, escape, het zijn allemaal van die raakvlakken met elkaar. En toch zie ik, als je alleen escape rooms bekijkt, ook echt een hele verschuiving naar de rol van techniek en het herspeelbaarheid. En dus men is wel, ik geloof ook zelf... Dat kun jij niet beter. Mike vraagt, die heeft er veel meer gedaan dan ik. Nou ja. Ja, want jij zei 136 of zo? 126, ja. Nou, ik denk ongeveer 26. Dus dat is wel een flink. Maar is er nog best wel wat. Ja, oké. Okay. Ik denk dat de top 5% van... Zou dat de top 5% van Nederland zitten? Ja, joh. Ja? Ja, joh. Ik denk dat als je er 1 hebt gedaan, zit je in de top 5 van Nederland. Nee. Ik verwacht toch wel... Wij zeggen, we hebben nu ongeveer... We proberen het zo gedaan te werken. Dat er ongeveer de helft van Nederland heeft al... of niet van... Nou, heeft niet, een niet van 16 min, maar... Dat sowieso de bekendheid is inmiddels ook al. Maar dat die ongeveer wel echt één keer gewoon gespeeld heeft. Nou, dat is meer dan ik had gedacht. Ja, dus dan heb je het over 16 tussen 65. Dus dan heb je Maar ik in ieder geval, ik geloof dat als je er een aantal hebt gedaan, zit je al snel in de top 1%. Ja. Maar goed, dus deze vragen zijn eigenlijk misschien minstens goed jou te beantwoorden. Wat er met de escape rooms gebeurt. Maar ja, ik zie ook heel erg dat... Dat mensen, ik raak zelf ook verwend, hè, op het moment dat je er meerdere speelt, dan is dat de eerste en de tweede kamer zijn eigenlijk de grootste wauw, gewoon puur psychologisch. Mm-hmm. En daarna is het vooral, op het moment dat ik een kamer binnenkom, dan is het, wat is dat, en wat is die techniek. En, dus ik, als je mij echt blij wil maken, een van de kamers bijvoorbeeld in Nederland die dat heeft, is Team Trapped in Venlo. Daar kom je binnen, maar je hebt niet het idee dat je in een escape room staat. Je hebt gewoon echt het idee dat je ergens staat. Ja, dat zou zomaar kunnen zijn. Dat je aan het wachten bent op de host, bij wijze van spreken. Ja, bij wijze van, hè. Dus je wacht, maar je moet zelf aan de slag. Maar dat zijn de allerbeste. En dat vind ik echt gewoon... En dat is echt, omdat het anders is dan je gewend bent. Of, maar ik ben zelf ook zo. Ik wil graag iets beleven, want ik wil verrast worden. Maar dat is het vooral. Of het nou door de aankleding komt, of door een heel bijzondere puzzel, of door gewoon een aanpak die heel anders is. Ik wil verrast worden. Als er een escape room is die mij naar buiten stuurt, vind ik ook tof. Is me 1 keer overkomen, als tof. Die naar buiten? Ja, gewoon de buitenlucht. De buitenlucht in, ja, dat vond ik heel cool. Ja, die heb ik nog niet gespeeld. Maar ja,
half. Hé, hey, daar zijn we wat vragen binnengekomen. Wilbert Kramer van Goliath Games. Zegt, tof idee, Rick. Dankjewel, Ken je elkaar Wilbert persoon? Kramer? Nee. Oh, nee. Oké, okay, ja. Van Goliath Games? Is dat... Van Goliath Games. Ook een bordspellen maken. Natuurlijk. Ja, nee, ik moest heel veel... Ja. Nou, tof. Nou ja, mocht je... Ja, ja, Wilbert moet het zeker een keer gaan spelen. Ja, ik maar een mailtje of zo. Ik zie hier Tamara Tonen. Wat zouden jullie nog eens willen zien in een escape room wat er nog niet is? Ja, wat zou ik nog eens een keer willen zien? Maar, ik heb zelf eentje gespeeld in Volkel, kamer 237. En ik heb natuurlijk niet een favoriete lijst, maar nooit in de top 10 of een top 1 of 2. Maar als je die speelt, dan zit iets in wat ik in heel Nederland nog niet gezien heb. En ik kan niet vertellen wat het is. En dat is ook het aparte van escape rooms. Die is van, oh ja, hier heb je een voorbeeld en ga dat vooral. Ja, nu is het voorbeeld meteen verpest. Ja, dat is lastig. Ja, ja. Dat is ook het hele moeilijke. Hè? En ook gewoon qua marketing, hoe verkoop je iets wat je eigenlijk mag vertellen wat je gaat doen. En ja, dus ik hou ook heel erg van die mysterie. Ik weet niet of jij nog iets ziet. Ik vind het zelf leuk, en het schijnt dat je al aan bod gekomen, dat het gebruik van variabelen, waar je niet meteen van invloed hebt, maar waardoor de beleving anders wordt dan de volgende groep die komt. Dat zou je echt heel tof vinden als dat erin zit. Ja, en dat is natuurlijk voor de ondernemer ook aantrekkelijk. Ik vind het dus heel erg leuk als een escape room iets unieks doet. Het gebeurt niet zo heel erg vaak. Dat is een beetje een vaak antwoord op je vraag. Een voorbeeld van wat ik nog nooit heb meegemaakt, wat me heel tof lijkt, is een escape room voor in mijn eentje. Die zijn er misschien wel. Ja, in Valkenburg. Cool. Ja. Oh, is dat niet die Ticket Booth of zo? Nee. Rick Prinsen is dat, in Valkenburg. Ja. En daar hebben ze gewoon de Mastermind kamer, heet die. Mm-hmm. En die kun je in eentje spelen. Ja, ja, dat, heel tof. Dat lijkt me heel erg cool. Ja, je kunt natuurlijk niet verzinnen wat je nog niet weet. Het is een beetje Steve Jobs gevoel. Ja. Van, maar je hebt wel dromen, toch? Wat mij heel erg tof lijkt, en dat, nou, de uitdaging aan alle bouwers. En je hebt in cartoons of films of films dat je een deur hebt midden in de ruimte en daar kun je omheen lopen. Maar als je hem open doet, stap je een andere wereld in. Top. Dat moet je maken. Oeh, dat zou echt gaan. Ja, hè? Ja. Maar ook gewoon, het maakt niet uit. Als je de eerste keer open doet, dat je iets anders ziet, dan dat je hem dicht doet de tweede keer en dat weer iets anders is. Ja, maar het idee van een losse deur in de kamer, of wat bijvoorbeeld ook zou kunnen als je hem open doet, want dat kan volgens mij fysiek op zich wel, dat dan ineens wel onder een wenteltrap naar beneden verschijnt of zo. Mooi dat je de deur open gooit. Nou, ik denk dat je naar de goochelaars moet vragen. Ja, dat denk je met spiegels kunt zitten. Dus het verbaast me eigenlijk dat escape rooms en goochelaars elkaar niet al veel meer hebben gevonden. Want we doen eigenlijk hetzelfde. Ik laat de mensen iets zien en dan is het toch ineens iets anders. En die verrassing, dat... Dus ik wil meer goochelaars. Oké, ik zie nog een vraag. Koen van Dommelen, Ridderroom in Best. Waarom denken jullie dat er niet meer echte real-life gaming ervaringen zijn zoals Prison Escape? Ze zijn er, geloof ik. Er zijn er wel meer, sowieso. Volgens mij kan jij er een aantal noemen, sowieso, beter dan ik. Dus dat is al leuk nieuws, misschien voor Koen van Dommelen. En het is gewoon een gigantische voorinvestering. Maar Prison Escape is gigantisch. En de locatie die ze hebben en de enorme cast van acteurs die ze hebben, dat heb je niet zomaar 1, 2, 3 op tafel gezet. Dat is de belangrijkste reden. Ik heb bijvoorbeeld iets als Punch Drunk, dat is een prachtig voorbeeld van... Londen? Punch Drunk zit zelf in Londen, maar hun beleving zit geloof ik in New York en Shanghai. Dat is ook een enorme, het heet interactief theater, maar het is heel veel toffer dan dat het klinkt, zeg maar. Ik bedoel, Prison Escape is ook interactief theater, in feite. Ja. Ze zijn er wel, alleen het kost heel veel tijd en geld om dat langzaamaan op te bouwen en dat het dan ook goed is. Het is gewoon heel groot. Ja. Oké. Okay. Dave Richards heeft een vraag. Hallo beiden, hoe gaat de escape-markt zich volgens jullie ontwikkelen de komende tijd? Aan de aanbieders, niveau, techniek. Ik denk dat het... vrij kort. Ik denk dat het... we zien nu gemiddeld 5 nieuwe per maand erbij komen. De eerste gaan er weer dicht. We zien een bepaalde... Vooral de vraag. We krijgen natuurlijk enorm veel vragen van mensen via e-mail of via gewoon ontmoetingen. Dat de kwaliteit... De mate van kwaliteit verandert. Dus mensen vragen ook steeds meer om, wat is nou echt een goede escape? Mensen kunnen eigenlijk al maar 1, 2, 3 ervaringen al weten van, de een is beter dan de andere. Dus ik zie dat die markt verschuift heel erg naar dat de kwaliteit omhoog moet. En dat hoeft helemaal niet in bombastisch, maar ook juist in die verfijning en details, wat jij natuurlijk ook met Puzzelpost heel erg veel aandacht aan besteedt. Dan is de vraag weg.
drankmannen. Ah, ja. De niveau, ik denk dat de niveau blijft. Ik denk dat het blijft wel schommelen. En de techniek. De techniek is echt iets wat ik heel erg zie veranderen. En niet alleen in de kamers zelf, dus ik denk ook voor bouwers die kijken. Ga ook kijken naar het management van je room rondom techniek. Ik heb verschillende besturingssystemen. Ja, ja, precies. En ook sowieso met sensoren, maar ook echt om het resetten. Ik heb op verschillende locaties gespeeld. Bijvoorbeeld bij Jimmy in Escape Room Alkmaar. Die heeft gewoon een applicatie. En ik zou nu die kamer binnen kunnen komen met die telefoon. En die kamer volledig kunnen resetten. En er zit een 100% garantie op dat die kamer reset is. Is het volledig reset digitaal? Is er niks fysieks? Dat reset... Nee, je moet natuurlijk wel deuren dicht doen en laders en dat soort dingen. Maar alles is met slimmigheidjes aan elkaar gezet. Waardoor je dus gewoon altijd een 100% reset kunt krijgen. Ik zie die rol van techniek dus niet meteen obvious zichtbaar is. Mm-hmm. Ja, daar zie ik steeds meer een verschuiving in komen. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik kan er niet zo heel veel aan toevoegen. Ik ben blij dat de escape rooms, dat het gemiddelde van het niveau omhoog gaat. Toen het begon, konden heel veel rooms er nog mee wegkomen dat 80% van de klanten voor de eerste keer kwamen en het toch wel leuk vonden. Zeg maar, de stomste escape rooms hebben nog steeds 4,5 sterren TripAdvisor. En toen konden er eigenlijk twee dingen gebeuren. Of daar zijn er te veel van en iedereen doet twee of drie en denkt dan laat maar. Of de echte goede rooms zijn sterk genoeg om de markt in leven te houden, zeg maar. En dat is gebeurd. Daar ben ik heel blij om. Ja. En dat wordt er steeds meer. Dus dat vind ik te gek. En daarnaast, waar we het net over gehad hebben, de ruimte is voor variaties. Zo'n medium bestaat niet zo lang. En we moeten eerst even wennen aan wat het is, voordat je gaat denken, hoe kan ik hier variëren? Hoe kan dit heel anders? Dus op een gegeven moment komt iemand met een briljant idee dat het nooit had kunnen zijn als we niet al 3 of 4 jaar escape rooms waren. En dat gaat gebeuren. Ja, ik zie bijvoorbeeld coaching. Er wordt steeds meer coaching gegeven. En in een escape room. Gewoon, weet je wel, dus ik, ja, dat heb ik met een mobiele room heb ik dat ook nog gedaan. Tenminste, ja. Dan gaf ik niet zelf de coaching. Dat zou niet zo goed zijn. Ja. Daar had ik iemand anders voor. Maar dat gebeurt zeker, ja. Ja, dat, ik weet niet. Ik denk dat dat is misschien wel een meer dan escape room zelf een hype die over zou kunnen gaan. Ik denk dat coaches namelijk, die zijn op zoek naar een bijzondere. Die willen een groep die ze willen bespreken, iets laten beleven samen, maar eigenlijk niet zoveel uit wat. Het kan ook een grote Lego-blokken zijn, bij spreken. En dan daarna achteraf bespreken, wat hebben jullie nou beleefd? En dat kan, die beleving kan eigenlijk alles zijn. En een escape room is vet, hebben heel veel mensen niet gedaan, is nu nieuw en hip. Dat lijkt me nou typisch dat ze op een gegeven moment denken van, nu ga ik weer wat. Ja, we zullen zien. Het is inmiddels 9 uur. Ik denk dat we de mogelijkheid hebben dat we uren en uren hierover kunnen praten. Ik wil jou hartelijk bedanken, Ruud. Ja, voor je tijd en voor al je kennis die je gedeeld hebt. Deze video zullen we later na nog op andere platformen delen, zodat je het eventueel nog na kunt kijken. Puzzlepost is natuurlijk op dit moment een crowdfunding actie aan het doen op Crowd About Now. Je ziet op dit moment de URL. Ze hebben je hulp hard nodig. Dus mocht je het leuk vinden om een keer met vrienden puzzelpost of je wil een cadeau sturen aan iemand. Nou, je doet er natuurlijk Ruud een hele hoop plezier mee. Maar ook ons in die zin dat hoe meer mensen dit bekend mee raken en blijven spelen. Dat is natuurlijk leuk voor escape rooms in het algemeen. En je natuurlijk jezelf of degene aan wie het cadeau doet. Ja, dat is natuurlijk ook zeker waar. Dit was de allereerste Escape Live. Hopelijk komen er heel veel meer. Wij zijn heel erg benieuwd wie jij hier naast mij aan tafel zou willen hebben. Dus heb je daar een goed idee van? Dat kan echt de meest uiteenlopend iets zijn. Iemand die escape rooms bouwt, bedenkt. Of misschien wel een bepaalde speler die al 500 escape rooms gespeeld heeft. Misschien wel een internationaal iemand. Deel hem vooral in de reacties. En we blijven nog even napraten. Ik hoop zeker dat je er iets aan gehad hebt. En laten we hopen dat we elkaar voor een volgende keer weer zien. Ruud, nogmaals bedankt. Dank je, ik vond het heel erg leuk. En tot de volgende keer. Jojo. Dat moest. Wat zeg je? Dat moest. Ik moest de jojo zeggen. Oh, ja, ik zeg de jojo. Ja. Ja. Maar